Minister Bronte Sommaharju van Binnenlandse Zaken zegt dat de voorbereidingen voor de verkiezingen van mei 2025 heel goed verlopen. Aan journalisten zei hij gisteren dat besluiten genomen zullen worden over de manier waarop de stembiljetten eruit moeten zien. We zijn op schema. Deze week gaan we als regering een belangrijk besluit nemen. En dat is hoe de stembiljet eruit gaat zien. Er zijn een aantal opties op tafel gelegd. En morgen of later bij de regeringsraad gaat er een besluit over worden genomen. De minister sprak verder over het kiesbeleid dat ook moet worden vastgesteld. Daarnaast ook nog wat zaken die in de kieswet moeten worden aangepast. Wat betreft het overheidspersoneel zei Sommaharju dat het ministerie van Binnenlandse Zaken nog bezig is met het gezond maken van het ambtenarenapparaat. Wij zijn niet alleen het administratieve ministerie, maar ook het ministerie die het beleid bepaalt voor het overheidspersoneel. De suggestie van IMF is mooi. Wij nemen alle goede suggesties over, maar zonder dat van IMF waren wij daar al mee bezig. Wij hebben al lonen stopgezet van ambtenaren die niet aankomen, melden van ambtenaren die niet werken. Maar ik wil benadrukken, dat doen we niet met een facemuts op onze hoofd of met een toeter in onze mond. En we gaan afdeling af en tuteren. Hoi hoi, we hebben weer lonen stopgezet. Wij doen dat omdat dat noodzakelijk is. Wij doen dat omdat het niet rechtvaardig is voor de ambtenaren, die 90% ambtenaren die wel trouw gaan naar het werk. En dan heb je een buurvrouw of een buurman terwijl je opstaat 4:30... om te koken voor je kinderen, dan loopt je buurman nog te snurken terwijl ze hetzelfde werk hebben. Het gaat meer om die rechtvaardigheid dan om wat anders. Sommaharju benadrukt dat geld teruggevorderd zal worden van mensen die dubbele salarissen kregen en waarvan die nu zijn stopgezet.